Hallo, vandaag gaan we iets heel eenvoudigs maken, maar iets wat toch heel erg lekker is, namelijk nasi goreng. Ik heb een aantal dingen van tevoren klaargemaakt. De rijst als eerste, die heb ik vanmorgen al gekookt. Dat moet je echt een aantal uren van tevoren doen, want de rijst mag niet te droog zijn als je het straks als nasi goreng verwerkt. Ik heb net wel ook al de rijst gestoomd. De bumbu, die gaan we eerst eens maken. Ik ga even het vuurtje afhouden. Ik heb hier al ui en knoflook. Daar gaat wat passie bij. Altijd even mooi vermengen, hè. 1 of 2 eetlepels sambal oelek. Hangt er vanaf hoe pittig je het wil. Twee theelepeltjes gintem. En ook twee theelepeltjes katoenbar. Geen volle lepels, hè, gewoon een beetje. Alles door elkaar. Gaan we het even allemaal in gooien. Nou, de bumbu zit dan lekker te pruttelen, dus dan kan de rest erbij. Dan gaan de eitje bij. Dan gaat goudbouillon bij. Goed fijn maken, anders heb je van die brokken. Dat is niet lekker. Even mengen. Even op het vuur, hoor, want het ei zit er gewoon rauw bij. Daarna gaat de prei erbij, die in kleine stukken gesneden is. Ik heb al 300 gram in gedaan, maar de hoeveelheid. Dat bepaal je natuurlijk zelf, hè. Daarna, spek heb ik van tevoren al gebakken. Of gebraden, beter gezegd. Dus die is nog warm. Het ziet er al mooi uit zo. En uiteindelijk het belangrijkste, de rijst. Niet op wet. Op 400 gram overigens. Nou, goed vermengen. En als je het gedaan hebt, dan kunnen we meten. Oké, alles is nog mooi door elkaar gemengd en lekker warm. Mijn bordje heb ik al geschept.